Oké, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Het is niet alleen dat je naar het filmpje kijkt. De tip van vandaag, weer een tip die we afleiden uit ervaringen die we met in gesprek met veel van onze klanten horen en zien, is dat veel van onze klanten zeggen van ja, ik werk eigenlijk het liefst alleen, het best solo, dan gaat dat snelst, ze begrijpen mij toch niet, dan gaat dat vooruit, hop, 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 hop. Wat het nadeel natuurlijk van dat solo werken is, ja, we zijn sociale wezens en als je zo heel veel op je eigen initiatieven neemt, en uit eigen ervaring, ik was eerst developer, even terug in de tijd, heel lang terug in de tijd, vorige eeuw, ik heb het jaar 2000 bug nog meegemaakt, die eigenlijk veel beter bleek mee te vallen dan verwacht. Dus op het moment dat ik leidinggevende werd, middenkader, een heerlijke positie om in te zijn, dit was sarcastisch bedoeld, hadden dus de situatie dat er veel druk van managementsmaats om vooruit te gaan, dingen gedaan te krijgen, en hadden van de andere kant de druk van de medewerkers, van ja, oké, IT, dat vraagt toch soms ook investeringen in kennis en in tijd om software goed te maken en onderhoudbaar te maken. Alleen kon ik met mijn snelle denken ook altijd voor elke situatie die de directie vroeg, een quick win oplossing verzinnen. Dus zo'n quick fix, duct tape oplossing, zodanig dat eerst al het probleem opgelost was. En daarachter gingen we dan wel de gronden aanpakken. Het effect is natuurlijk, dat werd daarachter nooit de gronden aangepakt. Mensen werden altijd maar bozer en bozer. Dus er zat heel veel door uw solo werk, door willen goed te doen in uw cirkel van betrokkenheid, waardoor dat je die druk meer en meer voelde. En dat is echt een energievreter. Dat is ook een van de redenen waarom dat veel van onze klanten, dat er regelmatig klanten bij ons zijn die in een burn-out sukkelen. Dat is een van de mogelijke redenen. Nu, wat is heel belangrijk? Ja, je bent een snelle denker, maar in uw cirkel van invloed, en dat zeg ik ook veel als ik naar bedrijven ga of in gesprek ga met bedrijfsleiders of leidinggevenden, of themaavond of whatever, waar we over dat onderwerp gaan. Alhoewel je eigenlijk een snelle denker bent, is het soms heel interessant om collega's te betrekken voor die andere perspectieven te hebben. Dus niet uit beleefdheid. We horen ook regelmatig, ja, uit beleefdheid, laat ik ze dan even brainstormen, maar ik weet eigenlijk het antwoord al en we gaan dan toch doen wat ik eigenlijk van bij de start al dacht. Geen goed idee. Als je probeert connectie te maken met je collega's en samen met je collega's alternatieven zoekt en vooral ook hun denkprocessen begrijpt, dan ga je heel regelmatig landen op een oplossing die ook niet de jouwe was. Is twee keer winst. Eén, door collega's te betrekken, ga je binnen je cirkel van invloed wel relaties, banden opbouwen, want die collega's voelen zich zeker geapprecieerd. Maar door het feit dat die ideeën in synergie, noemen we dat bij COVID, ook nog, als je dat begint te kneden en daarop begint te werken, tot nieuwe, betere ideeën gaan komen, dat geeft iedereen het gevoel van, yes, het is goed dat we hier een keer samengezeten hebben, het is goed dat we elkaar hebben proberen begrijpen, het is goed dat we een keer hard gebrainstormd hebben, want we hebben hier eigenlijk een oplossing dat niemand in die ruimte op voorhand had verwacht. En zo kun je je talenten, waardoor je eigenlijk solo gaat werken, mixen met synergie met je collega's. Synergie komt erom neer dat 1 plus 1 meer dan 2 is, meer dan 3, dat kan heel veel worden. Maar dat zorgt dat je ook een veel gelaagder onderbouwde oplossing hebt, die vooral gedragen is door iedereen. Dat maakt in de uitvoering, want veel van onze collega's, en ik eerlijk gezegd ook, zijn heel goed in het uitdenken van ideeën en het op gang trekken, maar iets minder goed in het afwerken. Als je natuurlijk genoeg mensen rond jou hebt betrokken in die startfase, ga je ook mensen hebben die dit graag ook willen afwerken, die veel punctueler zijn, die daar hun tijd en hun energie naar willen insteken. Wat ook op het einde van de rit is een win-win is, want de projecten gaan afgeklopt worden, afgerond worden en iedereen gaat zich betrokken voelen en gaat het als hun kindje ook beschouwen. Dus, tip van vandaag, ik ga er vandaag een keer mee aan de slag, kies misschien iets klein of iets groot, mag ook, en probeer eens met een aantal mensen te kijken wat hun visie is en probeer vooral eerst hun visie te begrijpen en ga dan pingpongen om tot een oplossing te komen die alle elementen, alle denkprocessen in zich vervat ziet.
Of soms zal er een denkproces zijn die misschien niet helemaal correct is. Ja, gaat dan samen op zoek naar, oké, wat is hier de denkfout en hoe zouden we dit kunnen omzeilen / oplossen. Veel succes en altijd commentaar is welkom, zodanig dat we kunnen verfijnen, tunen. En ik geniet van dit type uitdaging. Dus als je mij een uitdaging zit, smijt maar even in de commentaar, in de blog of stuur mij een mailtje. En dan wil ik met plezier ook eens nadenken over de uitdaging van de dag dat jij mee zit. Veel succes, doei!